Goedendag kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van ons programma In Gesprek Met. In deze aflevering belichten we een bijzonder onderwerp en dat is voetreflexologie. U zult zich afvragen, wat is dat? We gaan hierover praten met mevrouw Sima Jimidar en zij gaat ons meer vertellen hierover. Mevrouw Sima, bedankt voor het komen. Welkom in ons programma. Hoe gaat het met u? Met mij gaat het prima. De eerste goede dag aan alle luisteraars, af alle kijkers ook. Hè. En natuurlijk aan u om ons of mij te hebben in uw programma, In Gesprek Met. We gaan het hebben over voetreflexologie, zoals u al aankondigde. Wat is voetreflexologie? Wat is de vraag, toch? Ja, dat zou mijn eerste vraag zijn. Wat is voetreflexologie? Nou, voetreflexologie is heel eenvoudig. Elk deel van ons lichaam komt door middel van meridianen onderin van onze voeten bij elkaar. En van daaruit, middels drukpunten, wordt het behandeld. En vandaar dat ik wat aanschouwelijk materiaal heb meegenomen voor je. Yes. Toch een beetje nieuwsgierig, want we horen eigenlijk voor het eerst over voetreflexologie. Hoe bent u in dit vak beland? Voetreflexologie is een heel oud beroep. Het bestond 700 jaar voor Christus al. Mm-hmm. Het komt van het Oosterse. China, Japan, India. Mm-hmm. Dus meer dan de helft van de wereldbevolking beoefent voetreflexologie. Voetreflexologie is die van het Oosterse wetenschap is de voorloper op het Westerse. En zo is onze Westerse medische industrie gaan ontstaan. Ja. Eerst had je dus het Oosterse, uit het Oosterse komt het Westerse. Dat is afgeleid daarvan. Nog steeds als je naar bepaalde landen gaat, zoals de Aziatische landen, daar gaan ze eerst naar een voetreflexoloog, eerst naar een Westerse dokter gaan. Gewone dokter, ja. Oké, en zoals ik eerder zei, we horen voor het eerst over voetreflexologie in Suriname. Mm-hmm. Bent u de enige in Suriname? Via volksgezondheid, voetreflexologie, het beroep, is nou toegevoegd sinds kort door ons te doen. Samen dus de aanvraag, al die dingen ingediend bij volksgezondheid. Je weet, je gaat een hele traject aan als je daarmee begint. En ik ben erkend door volksgezondheid. Yes. Dus via SZF kunt u ook bij ons komen. Dus dan koop je een aanvullende verzekering bij SZF. Dan kunt u ook via SZF met je verzekering ook bij ons komen. En Assuria-verzekerden, die worden dus ook geholpen. Je hoeft geen garantiebrief te hebben om bij mij te komen. Je belt, je maakt je afspraak en je wordt geholpen, je krijgt de kwitantie en dan kunnen ze gaan declareren bij Assuria. En het gaat heel makkelijk. En de SZF-verzekerden die kopen een pakket, een aanvullende pakket voor voetreflexologie bij SZF. Die hoeven dan niet te betalen bij mij. Dan moet ik zelf gaan declareren bij SZF. Dus dat is even het omgekeerde. Yes. Oké, maar voordat we dus verder gaan, kunt u ons uitleggen voor welke problemen mensen komen bij de voetreflexologen? Oké, voetreflexologie, dat houdt al in dat elk deel van je lichaam onderin van je voeten bij elkaar komt. Mm-hmm. Als je hoort naar elk deel van je lichaam, dus heel veel klachten. En de meest voorkomende in Suriname, dat zijn hernia-achtige klachten, pijnen. Mm-hmm. Pijnen in je rug, de lage rug, je schouder, pijnen in de knieën, pijnen in de voeten, in de hielen. Longproblemen, astmatische problemen, die worden heel veel behandeld en natuurlijk ook andersoortige problemen. Het is een scala aan waarbij je oplossing kan hebben. Omdat wij elk deel van jouw lichaam gaan behandelen. We beginnen bij de nieren, omdat de nieren die afvalstoffen uit het lichaam gaan verwijderen. Dus vandaar dat we altijd eerst via de nieren proberen die stimulans te geven om het lichaam al op te wekken. Oké. En hoe ziet een typische voetreflexologie sessie eruit? Je komt bij mij binnen. Natuurlijk kom je met schone voeten, zonder vuile voeten. Want ik werk echt met mijn handen. Ja.
Ik werk niet met de handschoenen, want dat wordt ook vaker gezegd. Mevrouw Sima, waarom draagt u geen handschoenen? Stel je voor dat ik een handschoen aan heb. Zou ik een wervel kunnen voelen? Ga ik voelen of die nier goed aanvoelt? Is het droog? Is het uitgedroogd? Drink je genoeg? Drink je weinig? Je gaat dat niet goed kunnen aanvoelen. Je gaat je niet kunnen stimuleren. Want het is met je eigen energie. Moet je dat gaan stimuleren en gaan opwekken. En als ik een handschoen, een latex handschoen aan heb, dan op je huid aankomt, voelt het ook anders. En dan zou ik je ook niet kunnen vertellen welke van de wervels, de borstwervels of de lage rugwervels, verschoven zijn. Omdat je ook niet zo goed kan voelen en tellen. Want wij tellen dat, want het is allemaal onderin van je voet. Dus vandaar, dus je komt naar binnen. Je krijgt een intake gesprek eerst. Mm-hmm. Zoals je naar de dokter gaat, krijg je ook een intake. Bij mij is ook hetzelfde. Eerst een intake, kijken hoe het gaat, wat er is. En sommige mensen zeggen, ik kom alleen voor ontspanning, ik heb niks. En dat zijn de leuke mensen, hè? Maar dan ga je dan beginnen met de behandeling. Eerst de voeten schoonmaken, ontsmetten. Mm-hmm. Schoonmaken en dan begin je. Eerste voet, de linkervoet wordt dan ingewrapt en weggezet. Mm-hmm. En begint met je rechtervoet. Waarom beginnen we rechts? Omdat rechts het lichamelijke is via ons. Mm-hmm. Je linkerhelft, dat is het siege. We gaan niet gelijk in je siege. Mm-hmm. We gaan niet gelijk in je ikkebroeder. We gaan beginnen vanuit het lichamelijke. En vanuit het lichamelijke gaan we naar het siege. En zo gaan we je behandelen en dan kijken wat er is. En de meeste mensen die komen en die zeggen van, ik is gekomen voor ontspanning hoor, ik heb niets. Mm-hmm. En dan gaan ze weg, maar dan hoor je van, maar je hebt ook, dan kijk ik naar die voet. Ik begin meestal te kijken naar de voet. Want ik ben ook tenenlezen therapeute. Mm-hmm. En dan ga ik dus even kijken, oh je hebt eelt. Dan zie ik allerlei misvormingen, eeltplekken, dit, dat. En begin ik, oh je hebt hoofdpijn, het begint hier. Je hebt longklachten, je wordt heel snel moe, je bent astmatisch, je bent vaak verkouden. Hoe weet u dat? Hoe weet u dat? Wat is er met je schouder? Weet je? Ja. Wat is er met je onderrug? Dat zie je gewoon als je naar de voeten kijkt. Waarom? Omdat onze voeten onze boeken zijn. Alles wat met je is gebeurd vanaf je geboorte tot en met vandaag, dat is gewoon geschreven onderin van je voet. En een tenenlezen therapeut kan dat eruit halen. Natuurlijk kan je er veel meer uit halen, maar dat doe ik niet. Al ga je me toestemming geven, ik zal het niet doen. Mm-hmm. Ik hou het bij mijn vak voor voetreflexologie. Want je bent gekomen voor voetreflexologiebehandeling. Dus, en dat gaat mij helpen om jou beter en sneller op de juiste plekken te helpen. Ja, en ik neem aan dat mensen ook nieuwsgierig zijn. Heel vaak als je dus voor behandeling ergens gaat, heb je een aantal sessies nodig. Mm-hmm. Natuurlijk verschilt het per persoon, maar in de meeste gevallen, hoeveel sessies heeft zo iemand nodig? 2 tot 3. Je zegt het zo verzekerd. Omdat het meestal zo is. Het zijn net enkele mensen die meerdere nodig hebben, maar dat zijn de mensen die heel lang hebben gewacht. En al heel lang met bepaalde problemen lopen. Mm. Bijvoorbeeld iemand die voor hernia geopereerd zou moeten worden. Die loopt al met een briefje om geopereerd te worden. Dan moet je denken, je moet eerst gaan losmaken. Zoeken waar het ligt, wat losmaken. Toch? Mm-hmm. En dan ga je de persoon gaan sorteren. En wanneer je die persoon hebt gesorteerd, dus je gaat eerst ordenen, dan ga je sorteren. Makkelijk verteld of zo, voor begrijpen mensen, maar ook makkelijker. Je gaat ordenen, dan ga je sorteren. En dan moet je ervoor zorgen dat je het dus ook recht houdt. Mm-hmm. Dus dan komt mensendiek in. En wat is mensendiek? Mensendiek, dat ben ook mensendiektherapeuten. Mensendiek, die zorgt ervoor dat jij... Kijk, ieder mens heeft een houding. Ja. En jouw houding bepaalt hoe je dus verder gaat met je lichaam. Een voorbeeld. Waar moet ik het iets makkelijks uitleggen? Een telefoon, elk apparaat heeft een manier van gebruik. Yes. Ja, gebruiksaanwijzing. Zo is ons lichaam ook in elkaar gezet. Gebruik je lichaam op de juiste manier. Zit je correct, loop je correct, sta je correct. Ga je langer mee met je ruggengraat zoals hij hier staat. Maar gebruik je het op een verkeerde manier, dan gaan de wervels verschuiven. Want de wervels die zitten mooi zo. Als je vindt dat je rug zou aanvoelen op je ruggengraat, dan voel je het mooi netjes onder elkaar zo, toch? Ja. Dit is de ruggengraat, want dit is de makkelijkste manier om iemand uit te leggen over de ruggengraat. Dan is hij zo lekker. Maar wanneer een wervel verschuift, dan gaat hij al zo. Ziet u dat? Mm-hmm. Dan zit hij al vast. En heel eenvoudig uitgelegd wat hernia-probleem is, wat een hernia is. Een ruggen... Mag ik dat doen?
Misschien praat ik weer een beetje te veel. Nee, nee, u mag doorpraten hoor. Ja, dus heel eenvoudig en makkelijk wat hernia is. Een ruggengraat van de achterkant vanuit je rug voel je het zo. En dit is een ruggenwervel. Merk dat middenkant, dat cirkeltje hierin, mm-hmm. toch? Het middengedeelte wat je hier ziet. Dit is de buitenkant 3D. Zo ziet een wervelkolom eruit. Maar dan heel rond het middengedeelte, hierin zit er een chalet. Mm-hmm. En in hier lopen ook alle zenuwen en spieren. Ze lopen allemaal erin. En dit is de buitenkant, wat wij voelen hier. Ja. Oké, okay, hier. Maar wanneer eentje verschuift, kijk, en hier lopen de zenuwen en de spieren, hè? Oké, okay. Als deze gaat verschuiven, ziet u wat er gebeurt? Er is een speling hier. Ja. Dus dan krijg je lekkage. Je krijgt één lekkage van het chalet dat hier zit, dat hier overheen komt te zitten. Ja. Dus één, hij is al verschoven. Twee, speling. Dus chalet komt eruit, dus lekkage. En hij gaat als een kapje eroverheen zitten. En dan begrijp je al, als het een kapje eroverheen zit, dan begrijp je al dat hij niet meer zo soepel en bewegelijk wordt. Ja. Dan begint hij al pijn te doen bij het bewegen. Dat is één. Twee, hier lopen de zenuwen en de spieren. En hij was zo hoog, kijk, zie je? Hij had alle ruimte. Mag ik je pen even lenen? Ja hoor. En als hier die zenuw is en dit drukt erop, ziet u? Mm-hmm. Hij drukt op de zenuw. En dat heet dus een beknelling. Mm. Dit is op een eenvoudige, makkelijke manier uitgelegd, waardoor iedereen dit snapt. Dus dit is dus dan beknelling. We praten over een beknelling. Die zenuw is dan bekneld. Het wordt gedrukt. Dus dan heb je bij een verschuiving van een wervel één lekkage. Dus het komt eruit. En twee, een beknelling meestal. En als je een beknelling hebt, als die zenuw, deze lopen naar beneden. Dit is van de lage rug, alsjeblieft. Mm-hmm. Dit is van de lage rug. Toch? Dit is vanaf je middel naar beneden, de lage rug. Als één van ze bekneld gaat raken, toch? Een van de zenuwen bekneld raakt. En dit is je steun, dan ga je pijn krijgen. Je hoort dat het is bekneld. Je moet nadenken, als een touwtje naar beneden gaat, het zo'n lengte heeft. En nu krijgt hij een druk erin, een buiginkje. Dus hij wordt korter. Ja. Door die beknelling wordt hij een beetje korter. Dan gaat hij je toch ergens pijn doen. Ja, want waar gaat het dan? Hij is korter geworden, want je been heeft diezelfde lengte. Je bent niet korter geworden. Maar die zenuw wordt een beetje korter doordat het om een bochtje gaat. Ja. Dus het is heel makkelijk en eenvoudig uitgelegd. Natuurlijk kan je met geweldige termen komen praten. Maar bereik ik degene die bij mij in die stoel zit. Dus ik probeer het altijd op een heel eenvoudige manier. En ik neem elastiekjes. Mm-hmm. Als je elastiekje uittrekt, het heeft een normale strekgrootte. Dan is hij donkerrood, je weet toch. En als je hem uittrekt, wordt hij wittig. Dus zo gaat je zenuw worden. En als ik hem terugbreng naar die afstand, voordat mijn elastiek weer helemaal rood is, is het een beetje wittig. Dus zo is die zenuw ook. Hij gaat even nog pijn doen als hij al op zijn plek is gegaan. En wat wij gaan doen, wij gaan proberen eerst het lekkagegedeelte weg te halen. Dat naar buiten is gekomen, toch? En dan ga je hem proberen weer terug, als het lukt, op zijn plek te zetten. En daarom moet je niet te langer mee lopen, want als je veel te langer mee... Is dat als cement. Mm-hmm. Cement dat is opgelost, blijft even nog zacht, toch? Ja. Maar wanneer hij langer blijft, wordt hij hard. Dan gaat hij niet meer weg. Mm. Dan moet je wel gaan betelen en gaan timmeren en dan moet je wel naar het ziekenhuis. Ja. Ja. Oké. En voor welke problemen komen mensen het meest bij u? Astmatische, hoofdpijn, kniepijn, hielen, hielspoor. En natuurlijk hernia-achtige klachten, whiplash. Mm-hmm. Komt ook heel veel voor. We hebben heel veel aanrijdingen waarbij... Kijk, wanneer je in de auto zit en je krijgt de aanrijding van achteren, een klap van achteren, dan maakt je hoofd een ongecontroleerde beweging. Ja. En wanneer hij ongecontroleerde beweging gaat maken, dan gaat dit stukje trekken. Hij gaat uit elkaar. Dit zijn de nek en dit is je thorax. Mm-hmm. En dan gaat hij dus trekken. En wanneer hij dan eruit trekt, dan snap je dat hij pijn heeft gekregen. En wij praten dan over whiplash. Mm-hmm. Als hij ongecontroleerde beweging dus pijn heeft gehad. En whiplash moet je ook behandelen. Als je dat niet behandelt, dan krijg je weer andere problemen. Mensen vallen vaak uit de hangmat. Mm-hmm. Die val van hangmat. Het is... Ik zeg altijd, als je het niet goed bindt, ga er niet in zitten. Een hangmat lijkt onschuldig, maar hij doet heel veel. Er zijn veel mensen die gevallen zijn uit hangmatten en in rolstoelen terecht zijn gekomen. Mm-hmm. Mm-hmm. Oké. Okay. En
het is een beetje, ik weet niet of het een lastige vraag is, maar zijn er specifieke technieken die u gebruikt tijdens uw sessies? Ja, kunt natuurlijk. Kunt u uitleg geven daarover? Ik ben het allemaal met mijn vingers. Dat is bij die voet. Wanneer je die voet hebt, hier is de spinale lijn. Dus dit is de spinale lijn. En dus dit heel ding is hier terug te vinden. Ja. Misschien dan ga ik je straks foto's geven, kan je dat inserten. Dan is dat hier. Dat is de spinale lijn, toch? En dan kan je precies zoals die wervelkolom hier is, met de stuit, met je lage rugwervels, de thorax en de nek, heb je het ook hier. En dus wij behandelen dus van hieruit en dan wordt die hoofd vastgehouden. En dan ga je dus schuiven en dan zet je die wervel weer terug op zijn plek. Dat is op een eenvoudige manier. En natuurlijk moet je al weten wat voor technieken en hoe je het gebruikt. Want als je zomaar gaat trekken, iemand gaat iemand... Ja, dat is het gewoon net vragen van, zijn mensen ooit bang geweest dat je dus een bepaalde druk uitoefent op je lichaam? Natuurlijk, want het is iets nieuws voor mensen. Ze kennen het niet. Maar je kan het niet... Kijk, ik kan niet beschadigen. Ik weet hoe ver ik ga uit dat waar het mag. Maar sommige mensen, ga door, dan ben ik sneller vanaf. Nee, zo. Ja, dat hebben we meestal. Ja, toch? Maar dan ben ik in één behandeling klaar. Help me. Nee, zo werkt het niet. Het gaat tot een bepaald punt op een keer. En dan ga je dan weer verder. En dan kan je dus verder gaan. En natuurlijk heeft u heel veel mensen behandeld. Wat is een, uw mooiste succesverhaal? Mooiste succesverhaal is mijn dochter natuurlijk. Daarmee is het begonnen. Mijn jongste dochter. En voor de rest zijn er heel veel. Heel veel. Er zijn ook anderen die, Ik kan één specifiek voorbeeld aanhalen, zodat de kijker dus weet van, er is een bepaalde zekerheid hieraan verbonden. Er zijn zoveel, welke moet ik aanhalen? Een mooie. Een mooie, van iemand die in een rolstoel zat of in bed lag. Ja, oké. En waarbij hij gehoord had dat hij dus eeuwig en altijd in die rolstoel zou blijven. Gevallen van de hangmat, uit de hangmat gevallen, deze meneer. Hij is hoofdkostwinnaar van twee gezinnen, van zichzelf en van zijn moederkant uit. Is een monteur. Hij belt ook altijd in de uitzending als ik live in de uitzending ben. Dus hoor, natuurlijk kan hij hier dus niet, hij weet het ook niet. En zo. Als hij me hoort, dan zegt hij altijd nee. Hij vertelt het ook aan ieder. Ik ga geen namen noemen. Hij weet precies over wie ik het heb. En de artsen hebben gezegd dat hij dus nooit meer uit die stoel komt. En het wordt altijd bedlegerig. En het is iemand die alle jaren rondloopt. Doordat hij voetreflexologie heeft gedaan. Hij heeft ervan gehoord, hij heeft me gebeld. En hij zal komen en enkele behandelingen. Maar van mij mag hij nooit zonder zijn stok lopen. Oh. Nee. Omdat hij al een instabiele rug heeft door die val. Je loopt al, je kan je werk doen. Maar ga het niet overbelasten. Hij is ook een beetje zwaar. Ja. Dus als hij dan die rug gaat overbelasten, dan kan je dus verder gaan beschadigen. Je loopt al, wees blij. Je kan je werk doen. Je kan je gezin verzorgen, je kan je ouders ook verzorgen. Dus zorg ervoor dat je toch altijd... Hij loopt, hij kan het. Maar uit voorzorgmaatregelen zeg ik hem altijd, don't do it. Ga niet tarten. We hebben het gedaan, het is goed. Wanneer je even klein twee stapjes zet, oké, is geen probleem. Maar ik zeg ook altijd, wanneer je dat, vooral bij hem, want het heel erg was. En had hij meerdere behandelingen nodig? Ja, hij had wel meerdere behandelingen nodig, je hoort het zelf. Hij lag al een tijdje in bed. Ja. En hij kroop op een tractor. Als je die video ziet, toch? Want hij is een hele goede dieselmonteur. Ik maak reclame over hem. Nee, echt, hij werd gebracht en gehaald, toch? Ze komen hem halen van het werk, van thuis uit, op die manier een tocht te brengen. En dan kroop echt op die... Dus als ik die video zag, kreeg je gewoon tranen in je ogen. En ik ben God echt dankbaar dat hij geholpen heeft. Dat deze jongen dus vandaag, of deze meneer, vandaag de dag... gewoon kan staan en bukken en zijn dingetjes doen. Hij moet ook tillen natuurlijk. Het enige wat hij moet doen is van tijd tot tijd een servicebeurt halen. Kijk, een servicebeurt moet, want je service toch je auto ook. Ja. Je airco, je dit, alles wordt geserviced. Waarom? Je lichaam dus niet. En als je dat doet, dan blijft alles mooi op zijn plek. En wat we ook hebben zijn baby's met veel slijm. Dat zijn ook hele mooie verhalen. Dat wanneer je de baby hebt behandeld, astmatische baby's, vooral baby's die vruchtwater en zo hebben ingenomen, dan hebben ze plotseling last van astma en al die dingetjes. En als je die longen klopt en dat schoonmaakt allemaal, en dan hoor je van, dan wordt hij gebeld, hij krijgt een video waarbij zo'n grote bal slijm eruit is gekomen.
Het liefst hou ik ervan dat ze eruit poepen. Dus ik trek het altijd naar de darmen. Mm-hmm. Zodat ze eruit poepen. Dan zie je dan in hun poep een heleboel slijm dat eruit komt. Want als dat binnen was gebleven en zo'n kindje dan hiermee door gaat groeien, heeft later leeftijd, op jonge leeftijd al last van astma. Mm. En bronchitis en al die. En komen ze aan hun bommetjes en al die dingetjes. Kijk, ik ga niet aan ieder kunnen helpen nogmaals. Maar we kunnen wel heel veel doen via voetreflexologie. Bij de arts moet je ook wel wezen. We werken altijd in gecombineerd. Ik zeg nooit, ik alleen. Mm-hmm. Want ik ben niet de enige op de wereld. Ja. Als ik zo naar u luister, dan denk ik van deze mevrouw kan in vele gevallen, of ja, vele aandoeningen verhelpen. Maar zijn er toch wel gevallen waarin voetreflexologie wordt afgeraden? Ik ken er nog geen. We helpen ook bij de stimulans van chemokuur. Oh. Dat ook. Kan ook allemaal googlen en het staat er ook op. Mm-hmm. Laten we ook daarbij, wat wij stimuleren, waardoor het lichaam zichzelf ook gaat helen. Mm-hmm. Want dat is het, hè. Het lichaam kan zichzelf helen. Ook mensen die niet af kunnen gaan. Darmklachten. Ja. Ja, dat hebben we ook veel. Ook kindjes, hè. Ook kindjes die niet af kunnen gaan. Okay. En dat is ook heel erg. Ja. En kindjes die, of als mensen die last hebben van astma, die astmatisch zijn, hebben ook altijd last van hun schouder. Maar dan lopen ze ook altijd zo. Mm-hmm. Ja. En natuurlijk heeft u een paar succesverhalen gedeeld. Maar toch zullen er mensen zijn die een beetje sceptisch zijn over voetreflexologie. Is er wetenschappelijk bewijs dat voetreflexologie toch werkt en helpt? Er wordt veel onderzoek gedaan. Heel veel onderzoek. Als je het intoetst, kan je het allemaal vinden. Mijn dochter zegt, mama, je mag niet zeggen, google het. Maar ik zeg, maar hoe ga je dan weten waar je moet gaan kijken? Mm-hmm. Toch? Je moet toch een beetje research doen om te komen waar we zijn. Dus als je research gaat doen over voetreflexologie, dan kan je heel veel lezen. Er wordt heel veel geschreven over voetreflexologie en wat het allemaal voor jou kan betekenen als mens. Ja, u heeft dus in onze vorige gesprek aangehaald dat u erkend bent door het ministerie van Volksgezondheid, maar dat een hele traject is geweest. Is er een reden waarom men een beetje terughoudend was? Het is een nieuw beroep voor Suriname. Niet in de wereld, maar voor Suriname. Mm-hmm. Dus men moest onderzoek plegen, men moest kijken of het wel klopt of niet klopt. Men gaat kijken naar buitenland, dus naar Nederland, want mijn diploma's zijn ook vandaar. Mm-hmm. Studies zijn allemaal vandaar. En dat duurt even. Yeah. En ja, als men, ja, voetreflexologie is paramedisch, is het wel goed, is het niet goed, helpt het? Maar als je dus verder gaat kijken en lezen, er zijn zoveel voetreflexologen in Nederland. En ze doen het allemaal goed. Op dit moment is er ook een artikel over mij in een wetenschappelijk in een tijdschrift in Nederland uit. In een medisch tijdschrift met een hele grote oplage. Mag dus niet klagen, wij in Suriname doen het. Of ik in Suriname met voetreflexologie. Ik vind het hinderlijk om te zeggen ik. Maar voetreflexologie in Suriname doet het goed. Mm-hmm. We hebben heel veel succesverhalen. Ik heb een eet afgelegd, of ik heb meerdere keren eet afgelegd. Dus als je bij mij komt, mijn mond is dicht. Okay. Mijn mond is echt dicht. Wie bij me komt, nee, je weet het niet, dat weet niemand weet het. Ja. En waarvoor je komt, dat duizend niet. En sorry hoor. Ja, gaat die gang. We proberen mensen geen wachttijd. Er zijn geen wachttijden. Als je dan bent, minimaal 5 à 10 minuten. Het kan even uitlopen. Vooral als ik een cito-gevalletje heb. Van cito bij mij zijn meestal de baby's en oude mensen. Mm-hmm. Okay. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de Surinaamse maatschappij, dan heeft u al een aantal klanten gehad. U sprak daar ook over de houding dus van een mens. Wat scheelt het meest aan onze houding? Onze zithouding, de manier hoe we lopen, staan? 1. We zitten verkeerd. We zitten meestal op onze bekkengebied. Mm-hmm. Als ik even kan wijzen, kijk, dit is je staartbeen. Ja. Is heel dun. En als je dus hierop zit, toch? Dan ga je het beschadigen, je gaat een pijn doen. God heeft ons heel mooi gemaakt. Dit is je bekken. Kijk, in je bekken zit je staartbeen. En hierop moeten we zitten. Mm-hmm. Je moet zitten op je vlees van je billen en je dijbeen. Daarop moet je zitten. En daarom, als je gaat zitten, moet je eerst je bekken kantelen. Als je je bekken een beetje kantelt naar voren, dan ga je automatisch hierop komen te zitten. Mm-hmm. Waardoor je dit vrij hebt. Maar waarop, als je hierop drukt, wanneer je zit, druk je hierop. Je zit op dit. Kijk hoe dun je is. Je doet een pijn. En daar is je hoofd. Mm-hmm. Je hoofd en van onder wordt die gedrukt.
zoet er een wervel eruit. Dus elke keer duw je het, duw je het, duw je het. En dan floept er één van deze eruit. De meeste mensen hebben last van lage rug. L3, 4, L5. 3, 4, 5 of 1, 2, SI. Dat zijn de meest voorkomen hernia-gevallen. Omdat we verkeerd staan, verkeerd zitten, verkeerd lopen. Het beste is om met je bekken gekanteld ietsjes naar voren. En dan je schouders een halve draai naar achteren. Dan ben je gewoon recht. En dan zit je recht, heb je goede houding. Dit gaat erom. Dat dit recht blijft en mooi blijft. Ja. En als dat mooi blijft zoals God ons gegeven heeft en geschapen heeft. Dan mensen met scoliose, als we even daarop komen. Sommige mensen hebben het pech gehad dat ze een S in de rug hebben of een kromming in de rug. Mm-hmm. Ook die mensen zijn we bezig helpen. En binnen hoeveel tijd? Oh nee, die zijn wat langer. Oh, wat langer. Langer dan 3 sessies. Ja, zij moeten heel veel oefeningen doen. Daar komt mensen die heel veel in. Mm-hmm. Naast dat je het losmaakt en behandelt, moeten ze ook heel veel zelf oefeningen doen. Mm-hmm. Maar elke keer als ze komen, kijken we of ze het op de juiste manier doen. En dan wordt het weer bijgezet, bijgezet, bijgezet. En tot nu toe mogen we gewoon niet klagen met onze resultaten. Okay. En wat is het meest uitdagende aspect van uw werk? Wanneer iemand komt met een briefje dat hij geopereerd moet worden. Of als iemand uit het ziekenhuis belt dat ze geopereerd moeten worden voor hernia. En dat ze toch bang zijn om die operatie te ondergaan. Mm-hmm. Of als iemand al een brief heeft om geopereerd te worden. En dat is echt de uitdaging om te kijken of we het kunnen. Maar ik zeg het ook altijd. Zolang we die voet niet hebben aangeraakt, kan ik je niet kunnen vertellen of het wel of niet kan. En als je bij me komt, dan zeggen we wel of het mogelijk is, ja of nee. Ja. En natuurlijk, hoe vindt u balans in uw persoonlijk leven en het werk dat u doet? Want als ik zo naar u luister, dan heeft u het best druk, want u bent de enige erkende voetreflexologe in Suriname. En u vertelt zoveel succesverhalen, dus ik neem aan dat de aanloop naar uw kliniek heel bijzonder is. Dat is wel waar. Maar dat, je moet het zelf zoeken, hè? Je moet tijd voor jezelf maken. Als je geen tijd voor jezelf maakt, dan ga ik ook ronduit. Ik heb maar 2 handen. En ik heb 1 lichaam en ik zeg jou dat je voor jezelf moet zorgen. Zo moet ik ook voor mezelf zorgen. Ja. Ik lig elke avond in bed, ook mijn eigen voet even. En ik zorg ervoor dat ik ook altijd de juiste houding heb. Mm-hmm. Kijk, we gaan ook thuis bij mensen om mensen te helpen, maar dan zit ik daar niet goed. Ik sta. De houding is verkeerd, want het is niet de juiste stand. In mijn folie, daar heb ik wel alle attributen en alles aanwezig, waardoor je dus op de juiste manier werkt. Mm-hmm. Maar wanneer je dus ergens anders naartoe gaat, dan is dat niet juist. Mm-hmm. Dus als je dan thuis komt, dan moet je ook even voor jezelf gaan sorteren en ordenen. Ja. En hoe groot is het team waarmee je samenwerkt? Thuis werk ik alleen. Mm-hmm. Dus ik zorg ook ervoor dat ik niet te druk, niet te veel mensen heb op een dag. Dus vandaar dat er meestal soms ook nog een wachtlijst is. En je kan het wel makkelijk inlopen, omdat 1 persoon niet veel behandelingen nodig heeft. Mm-hmm. Toch? Dus dat scheelt. Kijk, het is niet dat je dus 20, 30 behandelingen nodig hebt. Dat gaat heel snel. Godzijdank lukt dat heel snel. Toch? En dat zorgt ervoor dus dat je wachtlijst dus heel snel ingelopen wordt. Ja. En als je kijkt naar de toekomst van Suriname, als het aankomt op voetreflexologie, dat is heel nieuw. Denkt u dat we richting dus een opleiding moeten gaan voor mensen om het uit te breiden in Suriname gezien de vraag naar de diensten ervan? Klopt. Ik ben ook al bezig met de opleiding in Ber. Ik ben Ber met de opleiding waar ik zelf mijn opleiding heb gedaan. Mensen vragen mij ook om mensen op te leiden. Als ik iemand opleid, krijg je een diploma of je krijgt een certificaatje van mij. Maar het is niet erkend. Het heeft geen waardering, het heeft geen erkenning. Het is niks. Ik kan je wel leren, want ik heb niet naast dat ik mijn opleiding heb, opleidingskennis heb, heb ik ook nog 20 plus jaren werkervaring. Dus je hoort veel, je ziet veel. Je herkent gelijk iemands problemen wanneer je iemand ziet lopen, iemand ziet en zo. Dus het is wel toch. Maar ik vind dat we dat iemand, als je iemand opleidt, iemand de opleiding heeft vervolgd, heeft een zuurverdiende geld ook aan mij gegeven, dan moet ik je iets waardevols teruggeven. Ja. En vandaar dat ik nu bezig ben met de opleiding in Nederland, om te kijken of we iets voor Suriname kunnen betekenen. Dat we desnoods om de zoveel tijd een opleiding ook hier kunnen doen. En dat er ook mensen, docenten van daaruit komen om het te verzorgen. Ja, dat is heel mooi. En is er een bepaalde specifieke
opleidingsduur aan zo'n opleiding verbonden? Ben je bijvoorbeeld 3 jaar, 2 jaar? Hoe lang duurt zo'n opleiding gaat wel, meestal? Het heeft heel veel zelfstudie nodig. Mm-hmm. Want je gaat, 100 van het 50 voetjes moeten doen. Ja, binnen een bepaald tijdsbestek, mm-hmm. toch? Je krijgt, je hebt theorie. Na theorie heb je dus heel veel zelfstudie. En daarmee heb je een mentor die je gaat begeleiden. Mm-hmm. En daarna doen we weer de theorie en zo. Het doet ongeveer, ik heb academische graad. Mm-hmm. Je kan ook kiezen voor een theorie, voor een certificaatje, dat ik eens een keertje iets heb gedaan. Maar dan ben je niet echt de voetreflexoloog die via een verzekeringsmaatschappij mag werken. Mm-hmm. Dus je kan ook kiezen welke graad je wilt. Oké, okay. En als u, gezien de klachten in Suriname, als u enkele adviezen zou moeten meegeven, wat zijn er enkele? Het begint bij lopen, staan en zitten. Mm-hmm. Dat zijn de drie dat echt als wij of ja, vanuit de lagere school eigenlijk al zouden beginnen, als de leerkrachten van de lagere school een trainingssessie zouden kunnen krijgen, om hun te leren hoe zij een goede houding hebben, kunnen ze die houding overbrengen naar de studenten. Mm-hmm. Want als je die leerlingen al begint te voeden en te leren hoe ze moeten zitten, lopen en staan, dan ben je daar al begonnen om een gezonde samenleving te krijgen straks. Mm-hmm. Deze die we nu hebben, die heeft het al een beetje oud gedaan. Dus die moeten we nu gaan vormen en te gaan kijken hoe zij gaan veranderen. Maar ik zou zeggen, begin daar. Want je ziet het daar al verkeerd gaan. Degene die voor de klas staat, die moet het doen. Vroeger werd het op school geleerd, kun je vooral komen met de liniaal. Je dat opmeten. Ken je die dingen? Ik weet het niet. Maar het is nodig. Want als die houding goed is daar, dan groeien ze al op de juiste manier. Yes. En sessies doen ook heel veel. Worden uitgenodigd om bij bedrijven, bij instanties, bij kerkinstellingen, et cetera. Dat is altijd wel leuk. Mm-hmm. Ook bij de ouderen, de senioren zijn erg leergierig. Mm-hmm. En die willen het graag weten, omdat zij dan ook de houding kunnen veranderen. Maar meestal hebben zij last hiervan, hè? De rug, die middel. Mm-hmm. Zeg, die middel brandt, ik kan niet meer, die middel brandt. Omdat je verkeerd zit. Die houding is fout. Dus dan leren we ze één zitten. Met bekken gekanteld en die halve draai. En ook wanneer je staat. Misschien kan ik het hier even voordoen. Ja. Ik heb 2 voetjes, dus 1 voet. Menselijk, toch? We gaan van de zijkanten uitkijken. Ik weet niet of ik het goed wijs zo. Hier begint de welving van je voet. De binnenkant waar een beetje. En die andere, die toom moet vlak daar zijn. Maar je kan niet met je voeten zo staan. Zo. Dus moet je die afstand hebben, want ieder mens heeft de afstand van de benen, toch? Dus als het zo is, zo. Dus dit is de juiste stand van je voeten, niet dit. Dit is de juiste stand. Met die bekken gekanteld en die schouder een beetje met halve draai. En als je gaat lopen, dit zijn de ballen van je voeten, dit zijn je tenen en dit is je hiel. Wij mensen krijgen geen nieuwe hoeven. Een ezel die krijgt steeds nieuwe hoeven omdat hij galoppeert. Wij mensen niet. Dit is een ezel. De meeste mensen lopen, je hoort ze lopen. Mag niet. Want dan doe je hier kapot. En dit is verbonden met je middel, je bekkengebied. Dus je maakt hier kapot. Het beste is om te lopen vanuit je ballen. Dus dan loop je bal, heel, kijk. Bal, heel, bal, heel. Bal, heel. Kijk, en als je achteruit loopt, loop je automatisch al op die manier. Mm-hmm. En wanneer je loopt, toch, bal, heel, wanneer je stopt met lopen, moet je zelf ook opletten wanneer we straks weglopen of zo, dan stop je aan deze stand. En wij mensen schuiven die ene been weer terug om hem naast elkaar te zetten. Ja. En dit is dus fout. Je stopt zo, blijf daar. Trek die been niet terug. Laat hem daar. Het enige wat gaat gebeuren, je gaat hier geen last meer krijgen. Je gaat een beetje pijn in je kuit voelen, in je kuitspier, omdat het nog niet gewend is. Dus onwennig, je moet gaan wennen eraan, toch? Wat moet je dan doen? Even van voet verschuiven. Klaar.
En dan heb je je rechte houding. Je zit niks te beschadigen. Je lichaam gaat de rest van je leven met je mee. En nog een grote boosdoener in dit land is stress. We hebben alle mensen, ieder mens heeft stress. Ja. Maar weet ermee om te gaan. Ga ermee op de juiste manier om. Want stress duw je die wervel ook eruit. Hernia komt ook door stress. Dat is de psychische hernia. Ja. Oké. En mevrouw Sima, ik heb zo naar u geluisterd. Ik heb nog een laatste vraag. Zouden we met voetreflexologie in Suriname bepaalde operaties kunnen vermijden? Nee. Nee. Nee, tuurlijk niet. Je kan nooit een operatie vermijden. Want, je kan voorkomen, is één. Toch? En twee, je kan voor jezelf zorgen dat je gezond blijft met voetreflexologie. Je kan ervoor zorgen. Je leert ook omgaan. Want als je bij mij komt, zetten we niet alleen alles op zijn plek. Mm-hmm. Maar we leren je omgaan met jouw lichaam. Mm-hmm. Wanneer je op de juiste manier omgaat met je lichaam. Wanneer ik op de juiste manier met mijn telefoon omga, gaat mijn telefoon langer met me mee. Als ik het gooi, dit doe, dat doe, gaat hij korter mee. Is hetzelfde met je eigen lichaam. Wanneer je op de juiste manier omgaat met je lichaam, gaat hij ook langer mee zonder pijn en zonder ouw. Toch? Oud is wanneer je het beseert, toch? Ja. Wanneer je tegen iets... Ik loop iedere keer en ik sla mezelf tegen die deur. Dan heb ik toch de dag oud. Mm-hmm. En als ik hem elke dag heb beseerd, dan ga ik dus een beknelling oplopen of iets dergelijks. Of een arm. Of, als ik bijvoorbeeld je houding achter je computer. Mensen die muisarm hebben. Die hebben een verkeerde houding. Hun moet je ook leren om op de juiste manier te zitten. Kantoorbanen. Mm-hmm. Leer je mensen goed zitten. Wanneer de mensen goed zitten, heb je één... Ze presteren daarna beter. Je hebt geen zieke werknemers, minder zieke werknemers. Je hebt blije werknemers en ze gaan meer werken, ze gaan happier werken. Wanneer iemand happy is, doet hij meer zonder dat hij doorheeft. Dat is toch waar? Want je werkt vlot verder. Maar wanneer je chagrijnig bent, je hebt pijn. Iedereen die een beetje pijn heeft, is al chagrijnig. En als je chagrijnig binnenkomt, ga je niet veel presteren op die dag. Je gaat minder presteren. Dus ook voor de werkgevers is het misschien ook een ding van... leer je werknemers op de juiste manier zitten. Mm-hmm. Daar krijg je blije werknemers en je productie gaat weer omhoog. Ja. Duidelijke boodschap, mevrouw Sima. Kijkers, u heeft het gehoord van mevrouw Sima. Leer goed om te gaan met jezelf en zorg goed voor jezelf. Als er nog vragen hierna zijn, neem ik aan dat mevrouw Sima... op social media te vinden is. Wat is uw naam, de Facebooknaam, de naam van uw Facebookpagina? Sima Jimida. U heeft het gehoord. Dan kunt u mevrouw Sima benaderen via Facebook. En bedankt voor het kijken, zou ik zeggen. En tot de volgende week zijn we terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met.